deze prijs, die, ik denk dat dit de mooiste prijs is die ik ooit gehad heb. U vertelde net dat dit de allermooiste prijs is die u ooit heeft gewonnen. Waarom was deze prijs zo bijzonder voor u? Jeetje, dan ga ik weer janken. Oh. Nou ja, ik ben 5 jaar geleden mijn moeder verloren. En ik ga steeds meer merken hoe ik hem mis. En wat een fantastische vrouw het geweest is. En een fantastische moeder en vrouw en gastvrouw. En ja, en dan krijg je zo'n prijs, omdat ik daar heel erg mee bezig ben geweest. Hier is die, de Strong Woman Award. Je hebt hem volledig verdiend. Dames, wat een eer. Echt, hè? Wat leuk. Ja, waar is de koffie? Waar is de koffie? Ja, het is vooral witte wijn, hè? Ja, nou heel water. Veel bubbels. Het zijn veel bubbels. En bols. En bols. Ja. Ja. Wat moet een strong woman hebben? Nou, in ieder geval doorzettingsvermogen. Eigen bedrijf of zo. Mm-hmm. Een goede functie. Moet je zien wat de vrouwen allemaal krijgen. Het lijkt wel Oprah Winfrey. Ik bedoel, er wordt ook heel vaak negatief over mij geschreven en gedaan. En als je dan ineens zo in het zonnetje wordt gezet, ah. Wat een opmaken kan ik zelf ook wel. Ja, zo is het toch? Ja. Ja. Dus, En afmaken ook als het moet. En afmaken ook zo nodig. Ja, zo nodig. En nu dan. Frits, wat vind jij ervan dat Willeke heeft gewonnen? Ja, dat is natuurlijk. Het gaat om de Strong Woman Award. Als er nou één terechte winnares is, dan is zij het wel. En Tom. Wat ik altijd zeg, als je wordt geboren, dan heb je een moeder. Maar als je uit de kast komt, dan krijg je er een moeder bij. Willeke Albert. Ah.